De opening van de brug over de Saramaca-doorsteek zal voor 31 januari geschieden. Dit bevestigde minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week tegenover journalisten. De bewindsman verzekert dat het project gewoon doorgaat. Alleen ten aanzien van de brug over de Corantijnrivier sprak de minister van andere zaken die spelen. Daar wachten we op de financiering. Zolang ik geen financiering krijg, gaan we niet opstarten met de brug. You never know. Misschien krijgen we april of 20 mei nog geld. Zoals ik gisteren veel geld heb gehad in het congres. Toch, het punt is dat wij moeten opletten dat we geen populistische dingen doen om een brug te willen bouwen. En twee is, bij de bouw van de brug gaat het om veel geld. Daar moet de minister van Financiën heel goed toestemming geven. Mogen zoveel geld in omloop brengen voor bouwwerkzaamheden. Minister Noor Mohammed geeft aan dat bepaalde projecten, zoals het hoofdbureau van politie, die zijn aangekondigd, reeds lang opgestart moesten worden. De late start zou te maken hebben met rechtszaken die zijn aangespannen door een ingenieur.